We zijn hier in Kortrijk en achter mij wil men de grootste moskee van Vlaanderen uitbouwen. En het is natuurlijk geen toeval dat men uitgerekend hier in deze stad plannen heeft voor een dergelijke megamoskee. In het Kortrijk van Vincent van Quickenborne, de man die zogenaamde haatspraak wil verbieden en vervolgen. Herinner u dat eerder dit jaar 4 moedige Vlaamse militanten werden veroordeeld omdat ze een spandoek bij hadden waarop stond stop islamisering. Hoe men het ook draait of keert, de islam en de groeiende aanwezigheid van de islam in onze Vlaamse steden en dorpen is onmiskenbaar een vervreemdende factor en ondermijnt onze manier van samenleven. Van Quickenborne, de N-VA en de andere partijen hier willen deze moskee doorduwen zonder inspraak. Nadat vele honderden bezwaarschriften werden ingediend en zonder duidelijkheid over de financiering van dit miljoenenproject. Buitenlandse moslims en radicale islamieten tot in Molenbeek kwamen geld ronselen voor dit waanzinnige project. Deze moskeegemeenschap en Koranschool kregen eerder een negatief advies van staatsveiligheid. U zag misschien deze week de Pano-reportage over het extremisme en de buitenlandse invloeden in de moskeeën op het Vlaamse grondgebied. Uit mijn vragen in het parlement aan diezelfde Vincent van Quickenborne, ondertussen minister van Justitie, blijkt dat de grote meerderheid van de moskeeën in dit land ook een negatief veiligheidsadvies kregen. Nogmaals het bewijs dat de islam geen door de weekse godsdienst is, maar vaak een gevaar vormt voor de openbare orde en onze veiligheid. Gisteren was het een moskee in Antwerpen. Vandaag is het een moskee hier in Kortrijk. En morgen is het misschien een moskee bij u in de achtertuin. En daarom is het belangrijk om zaterdag massaal af te zakken naar Kortrijk en samen een vuist te maken tegen wat de grootste moskee van Vlaanderen moet worden. Afspraak om 14 uur op het Sint-Amandsplein. Sinds 2014 slaagt het Vlaams Belang er met succes in om deze moskee tegen te houden. En dankzij ons verzet mag deze moskee hier ook nooit komen. Want Karel Dillen zei het al, Vlaanderen is een land met kathedralen en belforten, niet van minaretten en moskeeën.